Goedemiddag, mijn lieve soul searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor de volle maan in Waterman aankomende 19 augustus 2024. Ik heb even een paar mededelingen vooraf. Ik ga zo meteen even bekendmaken wie het orakel heeft gewonnen van Jenny Smallebroek, orakel symboliek van de dieren. Eerst wil ik nog heel even iets zeggen. Ik heb een maand geleden ongeveer een Engelstalig YouTube kanaal opgestart. En ik krijg nog steeds wel af en toe van die opmerkingen een beetje paniekerig van oei, maar verandert er iets in het Engels, in de Nederlandse kanaal? Ga je nu alles in het Engels doen? Nee, niks verandert hier op het Nederlandse kanaal, dus wees gerust. Blijf hier gewoon lekker naar kijken. Vind je het niet fijn in het Engels? Is dat ook goed? Dit verandert niet. Ik blijf het hier allemaal doen. Iedere maand reading, volle maan en nieuwe maan en de maand readings voor ieder sterrenbeeld. Dus geen paniek. Maar wil je een wekelijkse update, want dat doe ik daar dus in het Engels, kun je mij gerust volgen ook op dat YouTube-kanaal, waarbij ik voor ieder sterrenbeeld de week bekijk van wat de belangrijkste energieën zijn. Dus kijk op mijn, in de beschrijving van deze video zal ik de link sturen ook van mijn Engels YouTube-kanaal. Dat heet Soul Search Tarot Int van International. En voor de rest, hier verandert er niks, dus blijf gewoon hier lekker kijken. Dan. De winnares is het geworden van het orakel van symboliek van de dieren van Jenny Smallebroek. Dankjewel nogmaals dat je me deze hebt toegestuurd en dat ik er eentje cadeau mocht geven. De winnares is Els de Mil. Dankjewel Els voor al je steun, iedere keer weer. Ik heb gekeken naar de opmerkingen, commentaren en liefdevolle berichten van de vorige live. En daar sprong je er weer tussenuit. Dus ja, dankjewel lieve Els. Ik stuur het je zo snel mogelijk door. Ik denk dat ik je gegevens heb, dus je hoeft in principe niks te doen. En dus dankjewel Jenny voor het mogelijk maken om mij eentje te mogen weggeven aan een van mijn trouwe volgers. Dus ja, en ben je nieuwsgierig naar dit deck? Ik ga hem nu ook gebruiken. Vandaar dat ik de computer wat dichterbij heb gezet. Het nadeel is, de tafel beweegt en dan beweegt het beeld ook. Dus ik hoop dat jullie niet zeeziek gaan worden. Volgende keer zal ik het weer verder wegzetten, dat het wat stabieler staat. Maar ik wilde dit echt wel zo kunnen laten zien. Zijn jullie geïnteresseerd in deze hele mooie kunstzinnige dierenorakel? Zij heeft ze allemaal zelf gemaakt en ik vind het heel mooi. En met een heel uitgebreid boek van alle symbolieken van de dieren die zij dus gebruikt heeft. Dus kijk op haar website. Jenny Smallebroek, denk ik, is de website. Maar anders zou ik het ook in haar website even linken hier beneden. Tot zover de opmerkingen of de intro. Kijk gerust naar de augustus readings die online staan. En juli, augustus misschien terug bekijken is ook altijd leuk. We gaan eraan beginnen. Like, deel, abonneer. Klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Dit is dus een algemene reading voor het hele collectief. Voor de volle maan in Waterman. Ik ben nog niet helemaal klaar met mijn mededeling. Anneke Huibrechts gaat binnenkort, ik denk vandaag of morgen, ook een uitgebreide video maken voor de astrologische update hiervan. Het belooft een boeiende volle maan te zijn door een conjunctie met Uranus, maar dat zal zij uitgebreid vertellen. Dus het kan wel een explosieve maan zijn, waarbij er bepaalde revelaties, bepaalde opschudding kan verzorgen. En waardoor we toch wel dingen moeten loslaten, want daar staat de volle maan voor, zodat we ruimte maken voor nieuwe beginnen. Ik ga waarschijnlijk met de nieuwe maan, moet ik goed zeggen, in maart, ga ik live gaan. Dus klik op het belletje als je abonneert, dan blijf je op de hoogte wanneer ik ook live ga. En dan hebben we waarschijnlijk ook nog een leuk cadeau, maar dan meer astrologisch van aard. Dus blijf zeker kijken. We gaan eraan beginnen. Ik ga dit keer dus beginnen met het orakel van de symboliek van de dieren voor deze reading. Nog iets? Nee, ik denk dat het was. We gaan eens zien. Voor deze volle maan in Waterman. Wat is het belangrijkste dier dat ons ondersteunt, dat een boodschap wellicht voor ons heeft? Voor deze volle maan in Waterman aankomende 19 augustus 2024. Wat is de belangrijkste boodschap van de dieren? De pauw. Wees trots. De pauw staat ook voor arrogantie. Maar we gaan eens even zien. Waar heb ik dat boord nu gedaan? Trots en arrogantie. Wees zo trots als een pauw. En straal. Je hebt bijzondere kleuren hier. Nou heb ik die wel al. Het punt is dat er zoveel symboliek in het boek beschreven is dat ik het niet kan onthouden. Even kijken. Pak helemaal onderaan. Als bewaker en beschermer herinnert de pauw je eraan waakzaam en oplettend te blijven. Vertrouw op je instinct en intuïtie.
Ze zullen je door de onzekere tijden leiden. De waakzame ogen van de pauw herinneren je eraan dat je je bewust moet zijn van je omgeving en je moet beschermen tegen negatieve energieën en schadelijke invloeden. Blijf afgestemd op je waarden en overtuigingen en laat de aanwezigheid van de pauw je vrede en veiligheid inboezemen. Uiteindelijk is een ontmoeting met de pauw een teken van goddelijke gunst en zegeningen. Hij staat voor overvloed en voorspoed die je leven mag binnenstromen. Sta open voor het ontvangen van de geschenken en kansen die op je pad komen. De pauw. Oké, super. We gaan eens verder zien. Wat de tarot te vertellen heeft voor deze volle maan. Het is door de conjunctie met Uranus en dan daardoor... Uranus is een beetje de torenenergie, dus geen paniek. Niks dat we niet aan kunnen. Toren is uiteindelijk een geschenk verpakt in een beetje woelig iets. We gaan het zien. Wat is de belangrijkste energie voor deze volle maan, voor het collectief? Watermannen gaan dit uiteraard het meeste voelen. Als ook ja, alle vaste sterrenbeelden. Stier, leeuw, waterman en de schorpioen. Want wij houden niet zo. Je gelooft het niet. Jawel. Ik gebruik dus dit deck. Oh nee, dat is nog niet. Nee, ander. Dit is Terror of Mystical Moments. Ja, kleine ontploffing hier. De toren. Ja, voilà. I rest my case. A blessing in disguise. We zullen het zien. Wat is de uitdaging als we er nog eentje nodig hebben? De koning van staven. De koning van staven is inderdaad iemand die arrogant kan zijn. Te trots. Te veel in de ego. Daar kunnen wij zijn die in onze ego schieten als beschermingsmechanisme. De controle willen hebben. Ruzie kunnen zoeken. Fel kunnen zijn. Dit is iemand die opvliegerig is. En volle manen. Zijn bepaalde mensen wat opvliegeriger dan anders? Dit kan iemand zijn die ruzie zoekt hier. Iemand die, dat kan een baas, een bedrijf, een leider zijn, een partner, kennissen, mensen om je heen. Dit is iemand die pittig is. Dus we zullen het zien. Het is inderdaad een uitdaging. Wat is het advies voor het collectief? De koning van pentakels, wees geaard. Niet in je opvliegerige en ego, maar in je stabiele, betrouwbare en loyale koning energie. Koning van pentakels, of omring je met iemand die stabiel is, waar je op kunt bouwen en vertrouwen, steenmaag, steenbok, energie. En de vier van kelken, ondersteboven. Dat kan spreken over een tweede kans. Als het professioneel, inderdaad, als er iets ontploft, professioneel. En we zitten in een hele egoïstische of egocentrische structuur. Of omringd door een structuur met heel veel controle of een machthebbende manager of iets in die richting. Kan het zijn dat je hier misschien eerder iets aanneemt dat je eerder hebt afgewezen? Een functie, een bedrijf. Want de vier van kelken kan duidelijk wel spreken over een tweede kans. Iemand een tweede kans geven. En dan is het hier wel iemand die betrouwbaar en loyaal is, stabiel, financieel. Een verontschuldiging aanbieden, wellicht. We gaan het zien. En zeker ook in het advies met de koning van pentakels, stabiliteit creëren. Zorgen dat je ja, in je geaarde, stabiele, mannelijke energie zit. Okay. En wat is dan de uitkomst als wij iemand een tweede kans geven? Of iets in die richting? De schildknaap van pentakels ondersteboven. Dan keer je inderdaad je rug naar dit gezag, naar die controle, naar die ego-situatie of die ruziezoekende situatie. Iemand die zich boven jou plaatst en op jou neerkijkt of inderdaad ruzie zoekt. Je keert je rug daarvan af. Daar kun je niks van leren, daar kun je niet groeien. Ik moet er nog iets anders over vertellen. Als we geen compromis vinden, keer je rug toe. Okay. Onderop heb ik de negen van kelken. Dit is inderdaad een soort van teleurstelling. Misschien een nieuw begin, een project, een nieuwe job, een promotie of een plan dat we hier hadden, of een relatie dat gepassioneerd begon, dat hier toch een soort van teleurstelling met zich meebrengt. Of heeft gebracht, en dat laat de toren zien, als we ergens blijven hangen in iets dat verveling met zich meebrengt, of ontevredenheid, of is dit alles energie, is het tijd voor iets nieuws. En dat laat de toren wel zien. Met de aas van kelken daarna. Het is een vol nieuwe beginnen, maar daarvoor moeten we misschien wellicht iets loslaten. En een volle maan staat voor het loslaten. Verklaar deze toren. Voor het collectief, voor deze volle maan. In water, man, explosief, it will be.
We hebben de aas van pentakels, de maan, de gehangene en de geliefde. Bam. Drie grote arcanen zijn een aas. Ik heb hier een cadeautje op een dienblad. Dus deze toren kan iets heel positiefs zijn. Maar het gooit je wereld op zijn kop. Dat kan een aanbieding zijn, een financiële meevaller. De aas van pentakels is iets dat je vast kunt pakken. Met de gehangene, als we in limbo hebben gehangen. De toren kan ook inderdaad een epifanie zijn. Hè? Een ontwakening binnenin jezelf. Een mindset dat verandert. Een klik die je maakt in je hoofd. Je staat hier wel voor een keuze met de geliefde en de maan. Dat brengt wat angsten met zich mee. Ik heb een andere plek voor die kaart. Dus ja, deze toren kan een cadeautje van het universum zijn op een dienblad. Een gouden kans, een gouden opportuniteit. Dat zorgt ervoor dat je het licht ziet en weet van, ja, dit is altijd al hetgene wat ik heb willen doen. Of dit is de partner van mijn leven met de geliefde. We komen hier uit een hangende, vastzittende energie. Moeten we daarvoor iets op opofferen met de gehangene? Waarschijnlijk. Waardoor het angsten met zich meebrengt met de maan. Vis, kreeft, tweelingen energie. En met de toren, schorpioen, ram. Dus we staan hier voor een keuze met de geliefde. De keuze voor juiste samenwerking. De keuze voor juiste partner. De keuze vanuit je hart te maken. Moeten we daarvoor iets opofferen? Voor deze gouden kans. Het brengt wat onzekerheid met zich mee. Ja, met dat ik dat zeg, heb ik de kracht. Ja, dit dek gebruik ik dus. Ja, de achterkant zie je niet zoveel. Ik vind het een superleuk dek. Van Maya Krachtsteen. En dit heet Maya Magie Tarot. Maya's Magie Tarot. Een hele mooie kaart. Het is dus de geliefde. Ze zijn romantisch en tegelijkertijd heel modern. Ja. Dus ja, een cadeautje op een dienblad. Maar dat creëert wat angst, want we staan hier voor een belangrijke keuze. Verklaar de koning van staven. Ruziezoekend, dominant persoon. De koning van kelken, ondersteboven. De gematigheid, zucht, dat zijn dus wel veel. De drie van pentakels. De acht van pentakels en de ridder van zwaarden. Ja, ik heb hier iemand die zegt, hola, hola, wacht. Jij, gouden kans, met iemand, of een nieuwe job, of een nieuwe plek. Of... jij gooit je wereld op zijn kop hier, wacht. Ik heb hier iemand in je omgeving en dat kan een partner zijn, dat kan een baas zijn, een coworker en iemand met wie we samenwerken. Misschien zien we in dat iets niet werkte met de acht van pentakels ondersteboven. De ridder van zwaarden. Dat kan hier een valse beschuldiging zijn. Iemand die zich ergens mee bemoeit met deze situatie en zegt, maar wacht, jij kan dat niet of... dit werkt zo niet. Een valse beschuldiging. Iemand die zich ermee bemoeit met de gematigheid. Wacht, hè. Er stond iemand onder mijn raam met de radio ineens keihard en dat stoort. Kan ik me niet focussen. Dus ja, ik heb hier iemand die zich ermee bemoeit. Of stelt dat je inderdaad een nieuwe job bijvoorbeeld op een dienblad aangeboden krijgt. En de andere die zegt, ja, maar zo werkt dat niet. Je kunt nu ineens nu niet mij achterlaten. En nee, je moet eerst je contract afwerken. Nee, er is hier iemand die vraagt voor geduld. Een compromis. Proberen hier een compromis te vinden met iemand. En ik heb het gevoel in de uitkomst dat het compromis moeilijk gevonden wordt. Of niet. Dus ik heb hier een constructieve partnerschap, samenwerking, mensen om je heen die zich ermee bemoeien. Die vragen voor geduld, tijd of een compromis. De koning van kelken, vis, kreeft, schorpioen, energie. Ik heb hier iemand die zelf een beetje emotioneel in de war is. Dat kan jij zijn die in de war is door deze aanbieding. Dat kan iemand zijn die inderdaad in de liefde hier voor een keuze komt te staan en vraagt voor geduld. In de uitdaging heb ik wel communicatie. Ik wil toch even kijken naar die ridder van zwaarden. Naar de ridder van zwaarden. Ja, dit is wel degelijk communicatie van een heel koppig persoon. Dat met de negen van zwaarden en de acht van pentakels. Als jij koppig je eigen weg wilt gaan en zeggen van ja, maar dit werkt voor mij niet en ik wil het op een andere manier of ik ga met iemand anders in zee. Dan heb ik hier iemand die op het matje roept en zegt nee, we komen hier wel uit. Ik heb hier iemand die zegt van nee, maar het komt goed. We gaan hier niet meer wakker van liggen. Er komen betere tijden aan. We gaan het koppig mijn eigen manier doen. Maar ik heb het gevoel met tot twee keer toe de acht van pentakels.
Niet iedereen steekt er evenveel energie in. Of het werkt niet helemaal of helemaal niet. Dus iemand vraagt om geduld en een compromis te vinden, maar tegelijkertijd steekt daar geen tijd of energie in of het verandert niet. Het werkt niet. Iets werkt niet. Verklaar het. Oh ja, nee. Verklaar het advies met de koning van Pentakels en de vier van Kellekem. De vijf van Pentakels. Het rad van fortuin. Het is nog niet helemaal het juiste moment. En het is even van zwaarden. Hier zou ik willen zeggen, loop weg van een conflict. Wees conflictvermijdend. Met de zeven van zwaarden, pak wat je pakken kunt uit de situatie en loop weg. Misschien is deze persoon inderdaad, we vinden geen compromis, want het werkt niet. Deze zegt van de dingen gaan veranderen, maar het verandert niet. Je hebt hier een bepaalde angst om iets achter te laten. Bang voor het financiële tekort, bang voor bindingsangst of verlatingsangst. Ik heb wel het gevoel dat die angst onder ogen gezien moet worden. Zodat je een heel geaard en rustige beslissing kunt nemen hier. Met het Rad van Fortuin, het is nog niet helemaal het moment. Je bent hier een soort van karmische les aan het afronden. Een cyclus. Maar het blijft een beetje het eeuwige zelfde verhaal. Als dit een terugkerend probleem is dat zich iedere keer maar blijft voordoen, is het wel degelijk tijd om dat achter te laten, ondanks je angst voor de verandering. En misschien iets afwijzen voor iets nieuws. Of iets dat je afgewezen had uit het verleden, dat zich nog een keer komt aandienen hier. Dat je zegt van, ja, oké, ik neem het aan. En iets, dat kan ook de liefde zijn hier. Het is tijd om een terugkerend probleem, om weg te lopen van een terugkerend probleem hier. We zijn bang om alleen te staan of om dingen alleen te doen of iets achter te laten. Of dan wel, het is tijd om volgas vooruit te gaan. Goh, mij. De zegenwagen, het oordeel, de keizerin en de dwaas. Staat hier aan de vooravond van een hele grote sprong in het onbekende dat heel veel overvloed met zich meebrengt. En wellicht is het oordeel van anderen een issue dat we hier een karma die we mogen inlossen. Of een vastzittende situatie waar we hier dankzij het universum met de toren, uitgehaald worden. Nogmaals, een toren is gebeurd op het moment dat we te lang in een situatie blijven waarbij we eigenlijk weten intuïtief. Dit is het niet, het werkt niet. En toch, er zit iets waardoor we toch blijven zitten. Dan kan er hier inderdaad het universum zeggen, maar wacht. Het is tijd voor iets nieuws. Het ligt al klaar. Dit is een terugkerend probleem. Of dit gaat nooit veranderen. Dit zit vast. Het is tijd voor beweging. Dus ja, in het advies kies voor iets dat heel stabiel, betrouwbaar en loyaal is. Een baas, bedrijf, plek of persoon. Wees zelf heel geaard met de koning van Pentakels en heel kies voor je stabiliteit. Ja. Loop weg van een terugkerend probleem, conflict en kijk je angst onder ogen voor verandering. Want het is tijd om toch iets achter te laten hier, ondanks je angst. En dan hebben we dus in de uitkomst het schildknaap van Pentakels. Iets waar we geen compromis vinden. We een beetje ons afkeren voor een gezag, een dominant persoon. De tien van Kelken, de gerechtigheid en de hoogpriester. Ja, ik heb hier een contractbreuk voor het grote geluk. Eigenwijs, koppig. Als hier inderdaad de toren kan ook een eigenwijze beslissing zijn van iemand anders dat een beetje onrechtvaardig voelt. Ook dat, rejection is God's protection. Dat is omdat er een nieuw cadeautje, een nieuwe job, een nieuw persoon, iets stabiels al klaar ligt voor je. Je moet er alleen naar kijken. Misschien zie je het zelfs niet en is het al in je omgeving. Omdat je te veel vast zit te houden aan. Bij deze zie je dat heel, heel goed. Zij houdt vast terwijl het echt aan het ontploffen is. Nee, maar toch. Dit kunnen we nog redden. Nee. Nee. De hoogpriester kan spreken over een contractbreuk. Een scheiding. Langere termijn connectie. Dat kan. We doen de dingen hier anders. Als we bindingsangst hebben, kan het hier zijn dat we de dingen onconventioneel doen, dus een latrelatie of iets. Maar dan heb ik wel voor het grote geluk samen met het team van Kelken. Voor anderen heb ik hier een eigenwijze beslissing. We keren ons af van gezag en structuur om de dingen totaal op een andere boeg te gooien hier. We doorbreken een contract voor met het team van Kelken. Geluk na moeilijke tijden samen. Dit is een feestje waard. Dit is Soul Tribe energie. Zaten we in een grote controle structuur? Is dit hier familiebedrijf bijvoorbeeld of iets kleinschaligs waar de mens centraal staat. Het geluk staat hier centraal in ieder geval.
En dat zeg ik al een tijdje. We zijn een cyclus van een team van staven of een team van zwaarden aan het eindigen van de afgelopen 10 jaar. Om richting de team van kelken en de team van pentakels te gaan. Dus we gaan van zware vermoeiende tijden en pijn, breuk, hartzeer naar geluk, stabiliteit. Het is een andere fase waar we nu in gaan. Het is tijd voor een sprong in het onbekende. Oké, helder. Dat mag ik nog meegeven. Voor het collectief, voor deze volle maan. Dus ja, onconventioneel. Afkeren van gezag of een machthebbende, egoïstisch, egocentrisch persoon. De vier van pentakels. Gebruik je hulpmiddelen verstandig. Misschien moeten we hier inderdaad een beetje zuinig zijn voor die veranderingen. Zorg voor een evenwicht tussen geld uitgeven en geld sparen. Help mensen die minder fortuinlijk zijn dan jij. Dank u. De twee van kelken. Verliefd worden of een serieuze verbintenis met iemand aangaan. Vergeving en de oplossing van problemen. Geef niet op, je relatie kan worden geheeld. Ja, dan werken we dan niet allemaal even hard aan hier. Er is iemand die dat eerder een beetje met de pakken neer zit. Verliefdheid. De twee van kelken kan ook gewoon positieve partnerschappen zijn die we aangaan. Dat gaan we niet doen. Dat is allemaal nog eentje. Dank u. De wereld. Het einde van de levensfase hier. Een geweldig succes. De vrijheid overal heen te gaan. Een reis die nu voltooid is. Je bent hier een karmische les, een patroon, een terugkerend probleem aan het doorbreken. Waardoor je een les hebt geleerd en waardoor je geslaagd bent en klaar bent voor dat nieuw hoofdstuk. En dat nieuw hoofdstuk is dan de dwaas. Een sprong in het onbekende, een heel nieuw begin. Laat me weten hoe dit voor jou persoonlijk resoneert. Ik ben heel benieuwd. Iedereen anders zijn. Ik vind het bizar, echt bizar dat we met die toren beginnen. Ja. Het is weer al heel synchroon. Trots en arrogantie. Wees trots op jezelf, maar probeer inderdaad niet in die arrogantie of in de ego te stappen of mee te doen als iemand jou in die richting op drijft. Be the bigger person. Wat mag ik van de moon energy, van de manifesteren met de maan, orakel nog meegeven voor deze volle maan? Voor het collectief, dat mag ik nog weten. Dank u. Eerste kwartier een tweeling. Maak je dromen waar. Maak je dromen waar. En de nieuwe maan in Ram. Ga ervoor. Het is tijd om dingen los te laten, zodat we inderdaad naar richting een nieuw begin kunnen gaan. En dat is volle maan ten top. Afkeren van gezag, macht, structuur, dominante mensen, ruziezoekend, mensen die in de ego zitten. Voor het geluk. Welke engelenboodschap mag ik het collectief nog meegeven? Hart en lied. Wat zegt je hart? Stop en luister. Jouw waarheid ligt in de lege ruimtes tussen jouw gedachten. Jouw waarheid schijnt door vanuit je ziel. En jouw waarheid is oneindig en onveranderlijk. En jouw waarheid is liefde. Hart en lied. Volg je hart. Met de geliefde is het absoluut een keuze die we maken vanuit het hart. Voor de liefde. En lieve mensen, ik hoop dat je er iets aan hebt. Laat het me weten. Ik ben altijd heel blij en super dankbaar voor al jullie berichten. Like als je hier nog bent. Abonneer je. Klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post en live ga. Over waarschijnlijk 2 weken. Kijk zeker ook naar de astrologische update van Anneke Huijbrechts. Om te weten wat astrologisch eigenlijk, waarom het zo'n toren moment energie is. Wellicht heb je daar ook nog wat aan. En ondersteun haar ook. Nogmaals gefeliciteerd aan Els de Mail. En dankjewel Jenny Smallebroek voor dit hele mooie orakeldek. En aan Maya, ja, Siska, maar van Maya Krachtsteen voor een hele mooie tarot. Ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. Ik dankjewel voor het kijken en ik zeg tot snel.